Namaste! Het Bijbel! Veel wijst erop dat de Bijlmermeer de thuisbasis van de oplichters is. Maar in de dagelijkse praktijk zwerven ze overal en nergens rond. De enige manier om ze echt te ontmaskeren is ze op heterdaad te betrappen. En daarvoor deden we een oproep op onze internetsite. Op onze site staat kort omschreven wat de werkzaamheden zijn van de afpersers en onder welke namen ze opereren. En natuurlijk het dringende verzoek om ons te bellen op het moment dat de oplichters ergens opduiken. We hoeven niet lang te wachten. We worden gebeld door de directeur van een bedrijf in Noordwijkerhout, die onder ernstige bedreigingen tot die middag de tijd heeft gekregen om te betalen. De directeur van de firma Van Haasteren Watertechniek vertelt dat met een smoesje de oplichters een medewerker een paar dagen eerder hebben overgehaald om een stel boordjes en twee zaagkoppen mee te geven. De directeur kreeg kort daarop deze rekening gepresenteerd, weer van de firma Westhiener, van 21.600 gulden en werd prompt bedreigd. De oplichters belden hem tot zijn schrik thuis op en bedreigden ook zijn vrouw. Iemand is daar dadelijk voor een auto, jongens. Hadden we die gebouw van jou opgeknapt. Wat opgeknapt? Opgeknapt, die gebouw. Jij hebt dingen gedaan die je niet met mij hebt afgesproken. Als je dingen met mijn zaak wil doen, moet je die met mij persoonlijk afspreken. Als jij mensen stuurt, op wat voor manier dan ook, interesseert me allemaal geen ene flikker. Nee, maar kijk, u zegt... Ik ben nu duidelijk geweest. Ik wil je dus niet meer aan de telefoon hebben. Oh, je wil helemaal ook niet met me gebeld worden. Je wil ook niet meer bellen. Weet je wat we doen? Dat heb je... Wacht maar dadelijk eventjes langs met de man op 40. Ja. Als geen bedrijf ging, dan zal ik kijken wat gaat gebeuren. En jij zal nooit rust hebben overdag als nachts ook niet. Dan krijg jij al die gereedschappen bij je thuis in je woonkamer, dwars door die, al die ramen. Maar ik zeg je, geloof jij uit mijn hart. Tot eind volgende week wordt niet gebeld en je zal niks horen. Je hebt je rust. Maar volgende week vrijdag, op deze tijd, wil ik hebben als we deze zaak afmaken. Anders niet, beloof ik je uit mijn hart. Al die gereedschappen die ik mee heb gegeven, die krijg je dwars door je slaapkamer, overdag en s'nachts ook. Oké, over en uit. Peter is snel naar Noordwijkerhout gereden. De directeur heeft tot 12 uur de tijd gekregen om het bedrag telefonisch over te boeken. Maar we willen de oplichters juist naar het bedrijf lokken om ze te ontmaskeren. Bart van Haasteren, goedemiddag. Ja Bart, nou, je hebt gehoord dat die jongens zijn helemaal woedend, ik zeg je eerlijk. Plus hebben we nou een auto-ongeluk gehad, die jongens, op de Rijksweg. Er zijn twee doden gevallen. Probeer die zaak nu op te lossen, zijn we gelijk helemaal van die problemen af, jongen. Laten we die zaak afmaken. Ik heb vandaag water bij het wijn gegooid, jongen. Ja, maar dat is te kort. Bankrekening. Dat is te kort. En ik wil het niet over een bankrekening, want ik wil het zo betalen. Oké, zeg maar een leuke bedrag waar we overhand vanaf zijn en zo. Dat ik zo zorg dat het vandaag nog niet gegeven op van jou terug zijn. Ik wil je 5000 gulden geven, dan houdt het verhaal op. 5000 gulden. Nou, kijk, je zoekt echt, je zoekt hele grote problemen. En dat wil ik ook niet hebben. Zou we die zaak afmaken voor 17.500? Nee, echt dan krijg ik die andere rest ook bij. Echt niet. Als ik mijn handen terugtrek. Eerlijk, er gebeuren ongelukken. En dat hoeft ook niet. En ik beloof je, ik ben een man van woord. Als ik zeg, ik word... Ik wil het afmaken met je op 10.000 gulden, maar dan moet het wel vandaag geregeld zijn. En ik wil absoluut niet dat ik ooit nog iets hier wat van hoor. Ik beloof je uit mijn hart. Als jij nog één telefoontje krijgt, af wat één dingetje is, dan zou jij zeggen, jongen... Ik wil dat wel absoluut zekerheid hebben. Ik heb nu geld in mijn zak zitten. We maken het af voor 15.000 gulden. Nee, 10.000 gulden. We maken het af voor 12.500. Nee. Ik wil er vandaag vanaf. Het moet gewoon afgelopen zijn. Natuurlijk. We maken het af voor 15.000. Nee. Kijk, dan leg ik gewoon die andere geld erbij. Jij legt er niks bij. Nee. Ik zeg je nog één keer 12.500 gulden. Wat je net zei, ga ik mee akkoord. Maar dan moet het echt afgelopen zijn. Oké, 12.500 gulden afgesproken. Maar ik wil op je erewoord. Ik wil absoluut geen gesodemieter. Op mijn erewoord. God zal mijn straffen. Als jij nog één telefoontje krijgt, ik zal zorgen voor 5 uur. Voor 5 uur zal iemand, een van de jongens, komen en die geven jou die gereedschappen aan. Anders gaat het hele verhaal niet door, hè? Voor 5 uur zijn een van de jongens daar en er wordt de zaak geregeld voor 12.500. De zaak is af. Dag. Erewoord, hè? Erewoord, je hebt geen last meer, hè? Nou.
Hij komt voor vijf, hè? Begrijp ik. Ja, hij komt niet zelf, want hij ging nu naar Groningen. Er was een auto-ongeluk gebeurd en er waren twee doden gevallen. Dus, ja. Maar hij zou eentje langs sturen. Ze zouden voorlopig niks meer doen. Dus er zou er alleen eentje komen om het geld te betalen. Nou, mooi. Moeten we maar afwachten tot ze komen. Om ze ontvangstcomité vormen. Nadat we diverse verborgen camera's hebben geïnstalleerd, begint het wachten op de oplichters. De directeur van het bedrijf zal de oplichters ontvangen op zijn kantoor. Een van onze medewerkers zal zich voordoen als zijn collega en later bij hem plaatsnemen. Ja, is goed. Joho, hoi hoi. Dat is mijn man achter het stuur. Die stopt nu bij het blauwbus. Even later draait er een Mercedes het terrein op. Peter blijft in het magazijn en kan straks alles in het kantoor volgen. Hey, Rocky. Pak iets uit de achterbak. Ja, ze gaan nu naar binnen. Ze lopen nu naar richting de deur. Onze medewerker loopt samen met de slijpers het kantoor in. Hoi. Kees, dit zijn ze. Je weet het verhaal? Maar ik moest zinnedeeg mij vertellen, ik moet hier komen, gereedschap geven. Ja. En ik moest het geld van u krijgen. Ja, maar jij bent dus niet de baas? Nee, ik ben helemaal niet de baas van. Nee, en wat is nou precies de bedoeling? Gereedschap afgeven. Ja. En geld nemen. Nou, dan zorg maar dat Dormer zelf komt of iemand. Ik ga niet zomaar aan jou 10.000 gulden mij geven. Ze hebben tegen mij verteld, moet ik hier komen, de gereedschap afgeven. Geld moet ik een brief ondertekenen dat niet meer problemen in Haag komen of zo. Maar wat voor problemen dan? Daar weet je niks over. De zaak opgelost is. Bel hem anders is. Bart van Aasteren. Is Doornmoes in de buurt? Nieuws weg. Nou, er zit hier nu iemand tegenover me en die zegt dat hij van niks weet en dat hij alleen een beetje gereedschap komt afgeven en geld komt halen. En ik ga natuurlijk niet zomaar aan iemand geld meer geven terwijl hij van niks weet. Nou, ik ga door mezelf opbellen. Deze jongens doen net alsof ze boodschappenjongens zijn en van niks weten. En daarom wordt er nu even gebeld met de baas van het spul. Ja, maar ze weten van niks, dus ik ga niet zomaar geld meegeven. Ja. Hallo? Ze zijn nog steeds aan het bellen. Dan moet zeggen dat je mag de geld afgeven. En het is in zaak is klaar. Ja, laat hem maar hier komen. Hij mag zelf even komen. Ja. Ik doe dat. Dornbos, we laten zo, zolang dat jij het nu bent, kun jij even de zaak met die man afmaken. We laten zo, en als jij bent terug, kom jij hier ook. Zeg even tegen Kees dat de telefoon op een andere lijn is, jij. Dat hij even snel hier naartoe komt. Nee, ik heb... Ja, gaat goed. Je moet erop staan dat ze gewoon zeggen van luister eens, ik wil jouw erewoord persoonlijk hebben. En jij moet dan maar zelf komen, ik ga niet aan die... Door moest erbij te houden, dat is natuurlijk veel beter. Ja, tuurlijk. Maar die moet komen. Ja, nee, daarom. Dat is, ja, dat is helemaal goed. Nu gaat het goed, hè? Ja, ik hoor het ook. Dus, maar ik wou even bevestigen dat dat de goede lijn is. Ja, dat had ik ook wel. Oké. Okay. Als jij bent terug van Groningen, kom jij bij de meneer of morgen? Ben je er morgen? Het moet vandaag afgehandeld worden, wordt het vandaag niet afgehandeld. Vandaag moet het nog afgehandeld. Dan heb ik het helemaal gehad. Kan ik de zaak afmaken met jou? Jij kent het helemaal niet, want jij weet van niks. Oké. Okay. Ik wil alleen met Doornmoes te maken hebben. Als ik daar niks mee te maken heb, dan is het verhaal afgelopen. Klaar. En dus vertrekken ze onverrichte zaken met de boertjes in hun hand. De grote baas hangt nog steeds aan de lijn. Hij is woedend en zegt niet te kunnen komen omdat hij vanwege het auto-ongeluk helemaal in Groningen zit. Peter wil voorkomen dat de zaak escaleert.
Zeg ervan. Ik heb met jou de deal en ik wil het met jou afmaken. Ik heb met jou. Het is gelukt. De grote baas zelf zal het geld nu komen ophalen. Binnen een half uur is hier al. En dat terwijl hij net nog beweerde helemaal in Groningen te zitten. En niet naar Noordwijkerhout in Zuid-Holland kon komen. Ah, ze stappen uit. Zijn andere mensen. Zijn andere mensen. Ze zijn nu met z'n tweeën en één zit in de auto. De baas is erbij. De baas is er nu bij. Ja? De baas is erbij. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben meneer Bert. Ja. Het is weinig tijd. Ik wil even papieren tekenen en zijn we overal vanaf. Maar wie niet nood bent voor je werken. Ik heb heel andere zorgen. Die heb je ook al. Nee, ik heb weinig tijd. Ik ga weg. Ik wil absoluut dat er geen bedreiging meer aan mijn privéadres komen. Ik zweer, als nog één telefoontje komt. Kijk, u krijgt deze ook met uw telefoonnummer. Als één telefoontje komt, u mag de kenteken van de auto schrijven. Ja, dat kan wel een valspannen kenteken zijn. U bent Doornmoed zelf? Ja. Ik heb met jou gesproken, bel me eventjes, nummer. Bel me eventjes. U bent meneer Doornmoes? Ja. Ik wil dat er absoluut... Nee, bel maar eventjes 06. Ik wil dat er absoluut geen bedreigingen komen. Nooit meer één telefoon. Als nog één telefoon komt, dan zal ik mij ook zo doodrijden als mijn neefjes. Ik ben een zigeunder en als ik wat afspreek, afspraak is afspraak. Ik zweer voor de Heer Jezus Christus. Maar ik heb toen net andere mensen gestuurd, een jonge dame en een meneer, had je ook mee kunnen geven. Geen papier zal ik meteen af die zaak. En deze mag je hoog houden, alsjeblieft. Ja, dat moest. Uiteindelijk heb je hem aan de liste. Maar waarom bedreigt u die meneer daarvoor? Is niet bedreigd. Maar als hij zegt, het betaalt volgens mij geen dubbeltje betalen. Waarom wij als zigeuner zijn? Maar zijn gewoon de mensen. Gooien en jij slaapt niet meer rustig. Niet overdag, niet 's nachts. En we zullen een paar gasten sturen. Hebben we die zaak afgemaakt? Ik wil eerst absoluut zeker weten, 100% dat moet ik mijn kop afsnijden? Moet ik mijn kop afsnijden? Zal ik hem niet voor jou op de toonbank zetten? Dan zijn we er misschien wel vanaf. Ja. Zo, dat heeft u snel gedaan uit Groningen. Wat zijn dit allemaal voor oplichtings- en afpersingspraktijken hier? Wat oplichting, afpersing? Ja, u hoort toch wat ik zeg? Wat is oplichting? Wat u doet, deze meneer afpersen en bedreigen. Alle gesprekken zijn op de band opgenomen. Is oplichting? Ja, u heeft de boel opgelicht. Ja, wat wou u daarmee zeggen met dit fotje? U laat boren slijpen en dan die een paar tientjes waard zijn en dan 21.000 gulden vragen. Nou, ik niet hoor. Nee, wat doet u hier dan? Nou, ik wil die geld ophalen voor die mensen. Ja, voor die mensen. Nou, u bent dat zelf. En nee, u heeft ook deze meneer bedreigd dat zijn huis verbouwd zou worden en dat ze bij hem thuis langsgekomen zou zijn. Ja, dat is wel waar. Nou, en of is dat waar? Wil u ontslagen, meneer? Ik niet. Jullie zijn degene die geweld gebruiken. Oh jee. Hoi, lieve God. Ja, doe nou maar niet zo onnozel. Ja, dat is zo, ja. Jullie zijn een stelletje afpersers die overal bedrijven langs gaan. Nee? Nee, niet zo. Het nummer van meneer Doornmoes, ja, die is de hele tijd aan de telefoon. Ja, kijk, nu gaat zijn telefoon. Ja? Hoe kan dat gaan? Kijk, hier. Dat durf je niet, hè? Dat durf je niet. Oh, monsieur. Wat monsieur? Jullie zijn een stel oplichters. Nee, moet je niet zo tegen ons zeggen, meneer. Ja, dat zeg ik wel, want dat bent u. Ik zal die andere mensen eventjes voor je halen. Nee, u gaat niks halen. En dan ga jij eventjes met Tunde even gaan spreken. Ga nog even door met rijden. Nee, u zal even die andere mensen gaan halen. Even de politie bellen. Ik ga even die andere mensen... Hallo, meneer. Ik zal even die andere mensen halen. En dan zal jij tegen mij zeggen... Welke andere mensen? Die bestieners die in Haarlem staan met woonwagenkamp. En wat wilt u daar dan mee doen? Nee. Dan wat moeten die mensen doen? Nee, wat wilt u daarmee doen dan? Nee, maar ik sta hier toevallig nu. Maar was goed door de Kaya Wille in de toekomst. Dag met kerst. Kijk, is altijd met zigeuners als wat is, krijgen wij altijd. Ja, maar u belazert de boel ook. Ik niet, meneer. En u bedreigt die meneer. Helemaal niet. Jawel. Helemaal niet. Nou en of? Politie. Zullen we even de politie erbij halen? Is goed. Noordwijk eruit. Die gest? Maar toen wat ja, wat deed hij maar? Is die gest? Ja, gauw het chippie eruit halen. Vertel hem eens. Kijk, hij eet zijn chippie op. Van zijn terwijl de grote baas het bewijsmateriaal probeert op te eten...